hier zijn we dan weer met een gloednieuwe straat. Dit keer van het mooie Kerkduin. En het gaat over milieu. 5 juni is de Milieudag. We gaan vragen of de mensen het eigenlijk wel weten. Of de mensen hun vuil scheiden. Flessen, pakken melk, noem maar op. Milieubewust auto rijden. We gaan het weten. Oh, dus daar ziet het als een sport. Hoe moet ik dat nou eigenlijk weer uitleggen? Leg eens aan. Als je verkeerd weg hebt gegooid, dan gaat ze erachteraan. Ja, doet ze dat? Ja, dat doet ze, ja. Vindt ze het belangrijk? Ja. Maar ik heb mijn vraagtekens er allemaal bij. Gescheid alles altijd qua vuilnis, groente apart. Bewust met spullen omgaan. Gescheiden afval bijvoorbeeld. Met andere energieën werken. Dus meer vanuit de bron, dat soort dingen. Dat moet je even uitleggen, dat weet ik niet. Nou, dat is een bepaalde voorziening die van schone elektriciteit. Oké. Ja, dus meer groenere energie of witte energie. Ja, dus anders dan Eneco bijvoorbeeld. Afvalscheiden, ja. Dat doen we bewust, ja. Allemaal apart. Dus ik ben goed bezig, toch? Plastic, groente, fruit, papier. Dat wordt bij ons thuis gescheiden. Nou, je hebt zoveel bakken thuis. En er zijn landen bij die dat doet de burger het niet, maar doet degene die het zeg maar ophaalt en. Die scheidt het afval. Want je hebt veel technieken waarschijnlijk om afval goed te scheiden op een industriële manier. Nee, ik heb helemaal geen auto. Ik rijd met openbaar vervoer, dus dat is ook wel goed, toch? Zo blijven we de aarde nog een beetje mooi en goed houden. Want als we doorgaan met nog meer vervuilen, dan denk ik niet dat het nog lang een leuke, goede aarde gaat blijven. Nee, niet voor ons, niet voor de kinderen, voor de toekomst niet. Dus er moet bewustzijn komen daarin. Hey, maar geef je het haar mee, ja. Dat soort dingen? Netjes in de prullenbak moet doen. Ik probeer er wel alles aan te doen dat ze het leert. Is het belangrijk? Ja, heel belangrijk. En zeker in de toekomst als je dat allemaal hoort. Dus ik vind het heel belangrijk. Kijk, je moet natuurlijk wel een beetje netjes blijven met z'n allen. Dat zonder meer. Maar dus daar moet je wel aandacht aan besteden. Maar daar waar de overheid het makkelijker kan maken voor de burger, nu hè. Dus je moet niet een beleid van 20 jaar, want dat is 20 jaar geleden al meegestart. Papieren en weet ik het allemaal. Dus dan kan je ook afvragen of je het zijn beloop laat. Want in Den Haag gaat het heel anders dan bij ons in de Betuwe bijvoorbeeld. Ik kom wel uit Den Haag, maar... En daar moet je zelfs geloof ik in Den Haag naar die rol, je moet het zelf allemaal weggooien. Hè? Je wordt niet meer bij de stoep opgehaald, geloof ik. Hè? Nee, je hebt van die bakken hebben die erin gewonnen. Nou, dus dat vind ik eigenlijk wel een goed systeem. Maar bij ons willen ze daarvoor laten betalen. Er zijn toch wel heel veel mensen die er steeds meer over nadenken en die er steeds meer mee bezig zijn. Dus. En die kunnen elkaar weer stimuleren en ook weer andere groepen stimuleren. Maar dat soort dingen zijn processen en die kosten tijd. Elk druppeltje helpt natuurlijk. Je begint bij jezelf en de rest volgt. Het voorbeeld geeft, komt de rest ook. Voor het milieu, voor de wereld, daar moeten we toch aan denken met z'n allen. Want we moeten toch hier blijven leven met z'n allen. Dus het is alleen maar het goede van ons allemaal dat we er zoveel mogelijk met z'n allen wat aan doen. En daar gaan we later meer profijt van hebben met z'n allen. Nou, wat ik belangrijk vind is dat de mensen gewoon oog hebben voor schone straten. En uiteraard, als je mee kan helpen, moet je dat doen. Maar je moet het probleem niet op een gegeven moment verschuiven naar een burger. Dat die, Maar heb je dat van thuis meegekregen? Nee, eigenlijk niet. Nee, dat is eigenlijk zo gegroeid met de jaren door. Ook bijvoorbeeld met eten. Je ziet meer vegetarische dingen tegenwoordig, veganistische dingen. Dus daar ga je langzaam allemaal in mee. Zeg je dat tegen mij als ik een papiertje weggooit of zo? Zeg je dan van, hé joh... Ja, dan zou ik wel zeggen van, nou, dat kan het ook ergens anders ingooien. Waarom gooit hij daar op straat? Nou, het ligt eraan wie het weggooit, tegen wie het zegt. Ik bedoel, je kan ook een andere reactie krijgen. Ben je echt een vegetariër of veganist? Flexitariër, ja. Dat weet ik niet, wat is dat nou weer? Dat je maar een paar dagen in de week vlees eet en de rest eet je vegetarisch.